Consumenten hebben weinig behoefte aan mondelinge informatie bij aankoop van zelfzorgmiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel in opdracht van het College ter beoordeling van geneesmiddelen. De bijsluiter is voor consumenten een belangrijke informatiebron. Een meerderheid leest de bijsluiter als ze een zelfzorgmiddel voor de eerste keer gebruiken, maar volgt de adviezen daarin niet altijd op. Nou, goede voorlichting is belangrijk, omdat het een zelfzorgmiddel is een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Dus je kan een middel zelf voor je eigen klachten kopen zonder recept. Maar ook zelfzorgmiddelen hebben bijwerkingen. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat je als medicijnkoper de bijsluiter leest of het advies opvolgt van de apotheker of de drogist. En uit onderzoek van Nivel blijkt dat mensen goed de bijsluiter lezen, maar het kan beter. En dat ze ook niet erg behoefte hebben aan informatie in de drogist of apotheek. Ook apothekers en huisartsen kunnen een rol spelen bij betere voorlichting over zelfzorgmiddelen. Huisartsen en apothekers hebben een belangrijke rol bij de voorlichting over zelfzorggeneesmiddelen aan hun patiënten. Omdat patiënten vaak de adviezen in de bijsluiter, maar ook van de huisarts en de apotheek, niet opvolgen. En het is wel belangrijk dat ze dat doen, ook zodat ze wat minder snel terugkomen. En ook omdat mensen vaak hun eigen kennis overschatten. Dus heel belangrijk om patiënten daarop te wijzen, lees de bijsluiter en volg onze adviezen. Dat is denk ik echt een rol die voor de huisarts en apotheker is weggelegd. Ook omdat zij voor de patiënt degene zijn die ze het meest vertrouwen als het gaat om betrouwbare informatie.